Ja, Maxime, zoals je ziet, we zijn in de sporthal van Meersen. Ook hier wordt geteld en hier worden de stemmen geteld van het stembureau in de STIP. En de STIP is nu de verkiezingen, kan niet, maar hier wel. Ja, op de achtergrond zie je dat er druk wordt geteld. Hier zouden dan stemmen moeten liggen die ongeldig zijn. Er ligt er nog geen één, gelukkig, zullen we maar zeggen. Nou, met corona is ook nog rekening gehouden. De handschoenen zijn nog in de bak. Als we verder lopen, komen we die meneer tegen die we toen straks ook zagen. En die is nu druk bezig met tellen. Mag ik u heel even storen daarbij? Heel even dan. Hoe verloopt het? Fantastisch. En wij doen het best om zo snel mogelijk de stemmen te kunnen doorgeven. Een lange dag voor u worden. Ja, ik was zo vanmorgen, stond ik om 5:15 onder de douche. En om 7:00 in de STIP. En hoe laat verwacht u ongeveer klaar te zijn met tel? Nou, het is voor mij de eerste keer, dus ik heb daar geen idee van. Maar we gaan door. Ik heb geen idee, maar ik denk dat dit toch wel een uurtje duurt, denk ik. Nou, succes en dank u wel.